Lekker pepernoten. Dit heb je nodig. Maar weg met de horen. Doe maar harder, 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 harder. Hele lekkere pepernoten. Dit gaat heel goed hoor, jongen. Is nog in de oven. Ja. Een deegbal van maken. Ja, deze is genoeg. Goed gedaan hoor, jongen. Hallo, hallo. Een hele goede morgen weer. Ja. Dank u. Welkom aan deze nieuwe vlog. Wij zijn de... De lamp doet er weer. Ja, de lamp is weer gemaakt. Kijk, we hebben een hele tijd in het donker gezeten hier. Maar Daniel die heeft weer lampjes gehaald, zoals jullie hebben gezien in de vlog. Dus we zitten hier weer in het licht. En wie komt er binnen? In het licht. Hey. Nou, kijk vandaag weer gezellig met ons mee. Nou, en nu al gaat ontbijten op school. Hey, veel plezier met ontbijten op school, hè? Tot straks. Doei. Nou, nu al op school. Toen denk ik, waar is Farah gebleven? Die is Lucilla naar schooltje gaan brengen. En toen zijn ze fietsen vast naar Fitland. Dan komen we elkaar zo meteen wel weer tegen bij de sportschool. En ze kwam van de andere kant. Ik sta daar te kijken. Nou, het is 8:30. En ik ga lekker naar beneden. Ik ben benieuwd of Farah al klaar is. Ik denk het al niet. Saad, ben je al klaar? Oké, ik ga vast naar beneden. Nou, we zitten weer even in de We zijn weer eens te vroeg, maar dat komt omdat we de kinderen 's ochtends wegbrengen. Dus moeten we even wachten tot onze les begint. Ja, on the move. Even pauze. Is dat een schommel? Nou, lekker gebuurd. Herboren uit de sauna op de Astrid. Nou, we zitten hier bij onze personal trainer Astrid. Hey Astrid. Hey. Nou, we hebben net onze sportvaste protocol gekregen, dus dat is het. We're ready to start. Maandag. Ja. Maandag gaan we beginnen, na het weekend. Nog even door het weekend, maar dan maandag gaan wij Fitogy sportvasten. En wij gaan nu al halen. Woe. En het is boodschapjes tijd. Johan, waar gaan we nou heen? Naar de? Jumbo. Supermarkt. Boodschapjes halen we. Nou, het is een hele puzzel. Zo sportvast een... Ik heb een lijstje. Kijk, dit is het sportvaste man. Dit is team Lou en de mama en dat is team Bellica. En dit is het winkelwagentje voor de kinderen. Ja. Dat is olijfjes. Nou ja, olijfjes is de nieuwe stoep, zei Astrid. Dus normaal hadden we dit potje. Maar ja, nu we dan toch samen een 10 dagen sportvast, doen we maar een grote pot. Nou, dit is ons wederom geluk. Die zware tas gaat achter op Luan's stoeltje. Luan daar, mama's fiets, dat is het ervan. Doe je benen. Zo ziet mijn fiets eruit van achter. Helpen. En van voor. Dus? Achter is je boodschappen. Hey mama, 100 euro boodschappen hou je makkelijk op de fiets. Ja, makkelijk. Makkelijk. Nou, wederom is het ons gelukt. Wij mogen in het Book of Guinness Records 100 euro boodschappen en 3 volwassenen op de fiets. Is makkelijk te doen. Ja mama? Makkelijk. Nee, makkelijk. Makkelijk. Nou, we zijn weer thuis van boodschappen doen, sporten, Luan ophalen. En ik dacht, ik ga weer even een shoplog voor jullie opmaken. Dus ik heb hier alle boodschappen neergezet en ik heb die lamp al neergezet. En ik ga even vragen of Luan mij wil meehelpen. Lu, wil je meehelpen met shoplog opnemen? Tuurlijk. Tuurlijk? Oh, vind mama echt gezellig. Zullen we samen gaan filmen voor de mensen? Ja. Oké. Nou, om 4 uur is deze extra bonusvideo te zien op dit YouTube kanaal. Een boodschappenshiplog van de Jumbo. Nou Lu, we staan in de keuken. Wat gaan we maken? Lekker pepernoten. Pepernoten. We gaan lekker zelf pepernoten maken. En het is super simpel. Ik laat je even zien wat je hiervoor nodig hebt. Dit heb je nodig om de pepernoten te maken. 250 gram zelfrijzend bakmeel. 125 gram bruine bastardsuiker. 100 gram boter, 50 gram melk, 1,5 theelepel speculaaskruiden en een schufje zout. En een bakplaat, bakpapier en een kom om alles in te maken. Nou Luan, als eerste gaan we even de boter smelten in de kom. Dus leg de boter maar even in deze bak. Ja. Helemaal? En ja, je moet hem laten smelten en ik denk, ik doe gewoon even makkelijk. Ik doe hem gewoon even lekker in de magnetron. Dan smelt hij ook, lijkt me. Nou, deze boter is al zacht. En nu is het eigenlijk heel simpel, want al die ingrediënten die moeten hierin. En dan mixen tot een deegbal. En dan kan je er pepernootjes van maken en die leg je dan weer op de bakplaat. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Er is suiker erbij.
ga hem even horen. En doe nou maar de bakmeel erbij. En die grote beker. En lekker. Goed zo. Heel goed. Ja. Om maar weer goed te horen. Ja. Goed horen. Ja. En nou het glaasje melk. Doe die er maar bij. Zo. En nu weer. Roeren. En nu een klein beetje zout erbij. Mama, dat even doen. Ik. Klein, een heel klein beetje zout. Ik. Niet te veel. Oh. Doe maar harder. Ja, oma. Maar in. Ja, goed roeren. Nu moet het eigenlijk een soort, kom eens. Nu moet het eigenlijk een soort deeg worden. Even goed roeren. De lekkere pepernoten van Sinterklaas. Ja. Een zwarte pieten. Ja. Schoorsteenpiet. Ja, schoorsteenpiet. Weet je een schoorsteenpiet? Schoorsteenpiet. Vond dat lekker? Lekker. Oeh, doe je heel goed hoor, jongen. Oeh, dat wordt een lekker deeg. Moet je eens een beetje proeven. Of het al lekker is. Deeg. Nee? Het is nog in de oven. Ja. En als je hem glijdt, dan is het nog niet lekker. Nee, dat klopt. Heel wijs, mannetje. Wil mama nog even een hardere deegbal maken? Ja. Ja? Wil je de camera even vast? Ga je mama filmen. Harder kneden. Een grote deegbal van maken. Ja. Lekker hoor. Eigen pepertje nootjes maken, hè? Ja, als zwarte pieten, hè? Net als een sport. Ga lekker mee voetballen. Ja, laten we dat maar niet doen, hè? Nee, dan word je heel kapot. Ja. En een grote pepernoot. Ja, dat is een hele grote pepernoot. Mama gaat er eentje voordoen. En dan mag jij, ja? Kijk, je haalt een beetje ervan af. Dan rol je als een balletje. Ja, ook een goed balletje. Zo, in je handen. En dan leg je hem op de bakplaat en dan druk je hem even een beetje aan. Zie? Nou mag jij weer. Heel klein stukje. Zo? Ja. En dan ronddraaien in je handen. Rondjes draaien met je handen. Anders wordt het een wasje. Hij moet wel een rondje worden. Kijk. Ja, mooi. Prachtig jongen. Ja, dan een klein beetje aandrukken. Ja, dat doe je hartstikke goed. Ja, volgende. Mag je even meehelpen? Nee. Kan je die hele bal alleen draaien? Mama gaat je meehelpen, jongen. Anders ben je vanavond nog bezig. Goed? Ja. Zullen we zo allemaal naast elkaar leggen zo? Ja. Nee, mama. Mag je wel iets groter doen? Anders dan ben je heel lang bezig met de balletjes. Zo? Ja. Heel mooi. Mag je even opdrukken? Ja. Dan worden het echt pepernootjes. Deze is leuk. Ja, dat is heel leuk. Mam, ja. Deze is genoeg? Ja. Nou, moet alle balletjes. In de oven? Ja, nu moet hij in de oven. Alle balletjes zijn klaar. Hoep, allemaal goed vast, hè? Nou, zit mama's in de oven? Nee, ik. Oh, jij. Wacht even hoor. Nee. Op deze. Ja, doe er maar in. Zo. Deze? Ja, draai die maar helemaal om. Nou, deze doen we op 170 graden en dan moet dus een kwartiertje in de oven. Ja. Ja, nou, ik ben benieuwd. Lekker, hè? Goed gedaan, mijn jongen. Goed gedaan. Mooi geleerd, hè? En wat voor een vest heb je nou weer aan dan? Mama vest. Je mama vest weer aangedaan. Beetje koud. Oh, je is een beetje koud. Het is je 22 graden. Hé, hey, Doepie. Hele koude handen. Hele koude handen, oké. Okay. Nou, we gaan samen even fotoboeken kijken. Dokters? Nee, dat was geen dokter. Lees? Nee. Kijk, je mama nog met een dikke buik achter de laptop. Het is trouwens wel even leuk om te zien. Kijk, zo zat ik nog op het einde met Lucilla en mijn buik te werken achter de laptop. Dat ik al vlogs te editen waarschijnlijk. Ik werd net gebeld door onze Peugeot dealer.
Omdat ik een uitdaging heb. Sinds wij dus van Sportvaste Rotterdam teruggekomen zijn, blijft de navigatie en de radio in de nachtstand staan. Dus nu belde net onze Peugeot-dealer aan, kom maar langs. En dan gaan we even kijken dat we hopelijk de navigatie en de radio weer van de nachtstand afkrijgen. Zodat we wel morgen met navigatie naar de YouTube-meeting kunnen rijden. Want hoe ik daar zonder TomTom en navigatie moet komen, geen idee. Zo zie je maar, hè, hoe afhankelijk je dan bent. Maar gelukkig, onze Peugeot-dealer zei, kom gelijk langs. Dus ik haal nu Lucilla met de auto op en dan gaan vader en dochter naar de Peugeot-garage. Nou, en daar is Lucilla weer. Hallo Lucilla. Ga je mee? Ga je met papa mee naar de autogarage? Ja. Hey Lucilla, doe dit. Ja. Kijk eens wat papa heeft gedaan. Oh, papa heeft papa in de cockpit. Oh, wat leuk. Vind je dat leuk? Leuk hè? Met papa in de cockpit. Nou, Lucilla. Ja, wat mooi man, uiltje. Nou, zit je in de cockpit bij papa? Vind je het leuk? Ga naar de garage samen? Ja. Ga maar zwaaien. Zijn we terug? Ja, boekjes uit. Ik heb hier nog een boekje. Nee. Nou, wij gaan naar de Peugeot garage. Ja, mama. Ja, mama weer. Kijk, hier zitten hondje en poes. En de pepernootjes zijn klaar. Het ziet er lekker uit en het ruikt hier heerlijk. Tadaa, dit zijn ze geworden. Ze moeten nog een beetje afkoelen. En ze zijn ook een beetje aan elkaar gegroeid. Maar die kun je zo uit elkaar halen. Ik laat ze hier nog even afkoelen en dan een beetje hard worden. En dan kunnen we ze een pepernootje proeven. Hallo, ze zijn afgekoeld. Eens even kijken. Ja, dan kun je ze eten. Wil je er eentje proeven? Oh. Is het heel vast? Ja, die moet je nog een beetje uit elkaar halen. Ja. Even. Zo. Nou, proef maar eens. Ik moet die hele grote. Lekker. Ja, is die lekker? Nou, super lekker. Lekker hoor. Wil jij ook eten? Super lekker. Hey camera. Wil je ook een? Pak maar hoor. Mag ook pakken. Is genoeg voor iedereen. Lief van jou jongen. Heel lief van jou. Wat ga je nou doen nu dan? Even de pepernoten doen voor opa en oma. Voor opa en oma. Ik ben zo blij. Lucilla houdt van mij. Ik ben zo blij. Lucilla houdt van mij. Zing maar mee Lucilla. Ik ben zo blij, Lucilla houdt van mij. Zing ik glorie, halleluja. Lucilla houdt van mij. Nou, Lucilla, waar zijn we nou dan? In de garage. Ja, de monteur gaat de SOS-batterij vervangen. Want die moet eruit. Kijk als hij. Goed kijken hoe die doet, Lucilla. Dan kun je straks naar hem. Nou, de auto krijgt een reset-update. Ik ben weer onderweg naar huis. Lucilla is hier naast mij in slaap gevallen. Wat heb jij gemaakt, Luan? Hey, Sinterklaas, baby. En deze ook. Dan ben jij Sinterklaas. Nee, opa. Lekker, hè? Die heeft hij zelf voor jullie gebakken. Heel lekker. Ja! Wat een Luan. Nou, heren zegen deze spijzen. Amen. Amen, Sinterklaas. Eet smakelijk. We zitten weer in de auto en we gaan naar huis. Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Doeg!